Lekker drankjes. En wat drankjes? Ik ben Ayoub, ik ben 19 jaar. Ik doe dit jaar mee aan de Voice of Holland, omdat ik 5 jaar geleden de Voice Kids heb gedaan. En het was een topervaring, dus het leek mij gewoon hartstikke leuk om weer mee te doen en aan een nieuw avontuur te beginnen. Als je nou hier binnenloopt, word je dan herkend? Ja, zeker. De medekandidaten. Ja. Ja. Want jij hebt de Voice Kids gewonnen. Ja. Voice Kids 2014, gewonnen door Ayoub. Ja! De lat ligt enorm hoog, denk ik. Als jij zou winnen, zou dat echt historisch zijn. Ja, dubbele winst. Ja. Ja, zeker. Het zou heel mooi zijn. Mijn stem is nu natuurlijk volwassen geworden, dus totaal niet meer wat jullie gewend zijn van mij. Dus het is voor mij de hoogste tijd om mijn stem weer opnieuw te laten horen. Als ik hier door de gangen loop, dan krijg ik natuurlijk wel dit flashbacks van 5 jaar geleden bij de Voice Kids. Maar dit is een nieuw avontuur, totaal nieuwe ervaring, andere mensen. Dus let's do this. Jeetje zeg, een grote jongen geworden. Ik ben Ayoub, ik ben 19 jaar en ik kom uit Huizen. Hey Ayoub, je hebt een supermooi stemgeluid. Zo eigen, heel uniek, daar ben ik voor gedraaid. Heel goed gedaan. Dankjewel. Ja, ik sluit me daar volledig bij aan. Het was zelfs in het begin dat ik, en dit is een compliment, maar je had de kwetsbaarheid bijna van een vrouw. En het was zo puur. En ik hoop echt dat je in mijn team komt, want ik zou super graag met je willen werken. Dankjewel. Echt, geweldig talent. Ja, Ayoub, jij zingt het op een manier, echt op je eigen manier, maar wel gelijk goed genoeg. Ik wil jou alleen zeggen dat ik ook heel graag zou willen dat je naar mijn team komt. Ik zeg je eerlijk, bij mij duurde het echt super lang voordat ik draaide. En ik ga nu iets racistisch zeggen. Nou, dat doet hij constant hoor. Niks nieuws. Ja. Nee, maar ik ben toch wel blij dat hier een mokkel staat. En niet een blank iemand die dit zingt. Ik vind het verrassender. Snap je wat ik bedoel? Ik vind het eerder een compliment dan iets racistisch. Ja, nou, het is positief racisme. Ja. wat zou je graag willen leren? Performen. Ik denk dat ik dat iets is wat ik heel graag zou willen leren. Ja.
Hij is heel nerveus nu. Nou, ik weet niet. Je bent een beetje verlegen nog. Ja, denk ja, dat. Ja, dat zie je ook aan je houding. Je bent gewoon een beetje integer. Dat is helemaal niet erg. Want ik bedoel, ik vind dat juist heel mooi om te zien. Ja. Ja. Want he, dat continu iedereen maar heel erg popiopie loopt te doen, daar is echt geen klap aan. Dus wees gewoon jezelf. Ja. Je mag een keuze gaan maken en maak gewoon een keuze waar jij je het best bij voelt. Zo, Maar gaat niet helemaal goed? Nee, gaat niet helemaal goed, hè? Ja, ten eerste, dank jullie wel dat jullie alle vier zijn gedraaid. Ik waardeer dat heel erg. En jullie woorden zijn allemaal super lief en inspirerend. Maar mijn keus gaat uit naar... Ali. Gefeliciteerd, hè? Ah, goed gedaan. Volgens mij was hij zo nerveus dat hij helemaal onwel daarvan was. Ja. Zo zag het eruit. Heel nerveus. Hij was heel nerveus. Nog nooit zo gezien. Ik dacht dat hij weg zou vallen. Ik vond hem echt een hele mooie stem. Nou, oh jee, Ali, hier wordt op een matje geroepen. Wat is er aan de hand? Kom maar. Die is net in elkaar gestort. Ja, vlaag van hem, ja. Wat is hij? Ah, het zijn lieve jongens, zeg hij. Ah, mijn hart breekt. Je water. Ja. Verstandig, hè? Dat heb je goed gedaan, man. Nee, het is gewoon een enorme stap wat je zet. Maar ja, je moet er doorheen, bro. Zeker. Ja. Die gevoeligheid is je kracht. Jij bent gewoon goed zoals je bent. Rustig, kalm. En je, daardoor zing jij met veel meer gevoel dan andere mensen. Je hebt wel iedereen geraakt. Anouk zit echt te balen, hè, dat je niet voor haar hebt gekozen, hè? En weet je wat een compliment dat is? Ja. Thanks, dankjewel. Ik voel me goed. Oké, top, hè. Is goed. Maar schrap, nou, breng een beetje. Stap, zie jullie later, ja? Is goed, bro. Is goed. Jongens, ga even lekker naar buiten. Ja. Haal even lekker wat frisse lucht. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Goed gedaan. Thanks, de druk is eraf. Ja. Basties. Nou ja, die was dus heel hoog. Ja, zeker. Dat kunnen we zien aan je reactie. Yes, ja, toch? Ga lekker naar buiten. Ga ervan genieten. Kan kant op. Ja. Volgende ronde, dat zijn de battles. Yes. Ja, dat is een hele ontspannen ronde. Dankjewel. Ik kwam er ook niet uit op je woorden. Ja?